avond. Hey mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we een ritje doen van... Goed, ik ga het niet keer zeggen, maar het is zo. We gaan nu een ritje doen naar Southampton. Van Brussel, van de IKEA naar... Van Brussel, IKEA van Brussel naar Southampton Transi-netwerk. En we vervoeren gebruikte verpakking, 20 ton. En het is ongeveer een 600 kilometer dat we moeten rijden. Dus we gaan er een keer een mooi ritje van maken. We rijden met Goldie, dus met onze Mercedes Actros. Onze eerste vrachtwagen nog altijd. En we gaan nu op ons maxje vertrekken. Ik heb de lading al binnen geladen en naar hier gereden. En dat maakt het wel plezant, vind ik zelf. Goed nieuws mensen, er komen ook nieuwe vlogjes aan. En qua activiteit is het veel verbeterd ook. Dus, en er komt nog zoveel veel meer aan. Van de week gaan mijn madam ook haar nieuwe video plaatsen. En het is ongeveer 25 minuten rijden in Rinderda, maar 7 uur en half in het spel. Zoals je kunt zien. En we zijn nu onderweg richting Engeland. Ah, kut. Ik zei dat ik het ook goed. Verdomme. Hoe zat hij mij laten rijden? Dan ben ik wakker, maar niet daar.
We zijn nu op de autosnelweg en ik ga kijken hoe dat hij ons laat rijden. Hij laat ons rijden via Kaller. En daar nemen we de trein. Rijden we richting Oostende naar Gent, ik weet niet goed is. Ik krijg Gent door, babe. Respectvol behandeld.
Welkom in Engeland, mensen.
Ja, is goed. Mijn camera-standpunt een beetje veranderd. Ik heb hem een beetje naar uit gezet, zodat jullie alles kunnen zien wat ik aan het doen ben. Ook, allee, behalve met mijn voeten, dat is weer totaal iets anders. Maar like, met mijn stuur, mijn schakelkoop. Dus ik kan het een klein beetje naar beneden doen. Zoals je ziet, zie je mijn schakelen. Zo staat ook alles goed. Een lening. Oh, ja.
Voilà mensen, we zijn toegekomen in Southampton en we zijn nu toegekomen, dus we gaan ook afsluiten voor vandaag. Mensen, merci om te kijken, vergeet sowieso niet te volgen en te liken op deze video. En we zien elkaar de komende dagen wat vaker op YouTube. Dus mensen, we zien elkaar.